Hallo, ik ben Anouk. Ik loop stage bij Local to Local en de aankomende maanden ga ik op zoek naar waar Local to Local voor staat. Vandaag ben ik bij de hub van Renard de Kans. Ik ga zo spreken met Matthijs, hij is een van de cliënten, en met Sylvia, zij is een begeleidster. Kun je me vertellen wat Reinaar de Kans is? Reinaar de Kans is een dagbesteding. Wij bieden cliënten met een lichtverstandelijke beperking. Die bieden we de mogelijkheid voor door middel van een zinvolle dagbesteding. Bieden we hun de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. En wat is de samenwerking met Local to Local? De samenwerking met Local to Local is dat wij klanten krijgen die besteld hebben van Local to Local, waar wij de producten van Local to Local aangeven en dat is heel leuk. Ik hou ervan om met klanten om te gaan en we willen eigenlijk zoveel mogelijk klanten hebben en hier binnen dit trein doen we ook naar de klanten toe brengen. Maar graag zouden we ook veel meer van buitenaf klanten willen hebben die bestellen en het hier op kunnen komen halen. Kan je me nog wat meer vertellen over Reinaar de Kans? Ja, tuurlijk. Reinaar de Kans bestaat uit verschillende groepen. Onder andere een cateringgroep, een houtwerkgroep, een bos- en groenvoorzieninggroep en individueel. Individueel die houdt zich vooral ook bezig met het local-to-local gebeuren, zoals de hub hier en de eerdere hub die we gezien hebben, waar mensen hun producten kunnen halen. De cateringgroep die gebruikt de producten van local-to-local, waar ze ontzettend lekkere taarten mee maken. Denk maar aan de crispy appelplaatkoek of de oma's appeltaart. Elfcake of gewone cake. Het leuke daarvan is dat doordat we de producten gebruiken, de samenwerking en de verbanden tussen onze groepen die we binnen Reinaar de Kans hebben, ook een samenwerking daarmee aangaan. Ik kan nog een voorbeeld geven. De kersenhut bijvoorbeeld hebben we dit jaar in samenwerking met Theo van Koten in Koten gedaan. En dat was een ontzettend groot succes. Mensen kwamen zelfs van buiten het terrein om kersen te kopen. Wederom een leuk project van de samenwerking van Local to Local en hun producenten. Het leuke is ook nog dat we de houtgroep er ook nog hebben kunnen bij betrekken. Want ja, toen kwam er een festival. Daar moesten spullen voor komen. De houtgroep werd ingezet. Wederom een succes. Dus voor ons hier bij Kans Reinaarde, of Reinaarde Kans, een toppertje. Wij gaan graag met Local to Local verder en kom alle even kijken wat we nog meer kunnen doen.